Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Leontien woonde tot voor kort alleen met haar moeder Marga. Haar vader is 8 jaar geleden bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Sinds enkele maanden echter heeft Marga een vriend, Herman, die bij hun in huis is komen wonen. Marga is bang. En als je een dochter van 17 hebt, is er blijkbaar veel om bang voor te zijn. Jezus, Judith, waarom rij je nou zo hard? Sorry, maar dat ding van jou is ook wel een schildpad, hoor. Hé, ik zie je vanavond om 7 uur, oké? Ja, is goed. Dag. Hoi, mam. Dag, lieverd. Hoe ging het vandaag? Ja, goed. Eet vannacht zit eetjes lekker. Met Bani. Travis. Oh, lekker muziek. Kom op, mam. En nee, je wel. Toen nou. Mam, heb je zoveel moeite gedaan om een vriend te krijgen? Zou hem wel zo lang laten wachten? Ja, doe niet zo flauw. Zullen we wat drinken? Ja, doei! Zeg, ik hoorde op de radio dat er vanmiddag een lijk gevonden is in het bospark. Heb jij wat gezien? Nee, mam, waar was het over? Vrouw. Ze is eerst verkracht en daarna vermoord. En dat moet 10 dagen geleden al gebeurd zijn. Hoe kan dat nou, hè? Dat nou niemand er gemist heeft. Ja. En wat vind je van onze weekendplannen? Ja, had wel nog. Nee, ben ik nog niet aan toegekomen. Nou, je moeder en ik gaan een weekendje wandelen in de Ardennen. Wat? Jij wil nooit weg? Een eenvoudig tripje via een reisbureau. Hè? Leuk. Oh, lieverd, het is maar voor 2 dagen. Misschien kan je Judith vragen of ze bij je komt logeren. Maak je voor mij maar geen zorgen, ik red me wel. We gaan een heerlijke wandeling maken. Ja, zeker weten. Mam, wat ik zeggen wilde, ik wil nu echt een bomer. Oh nee, Leontien. Mam! Nee, daar komt niks van in.
Maar mam, iedereen heeft een brommer. Nee, nee en nog eens nee. Hey, maar Marga, als Leontina gaat... Ja, bemoei jij er helemaal niet mee. Een brommer is veel te gevaarlijk en daarmee basta. Een snurfiets is nog veel gevaarlijker. Niet waar? Want die gaat niet zo hard. Hé, Leontien. Dat is Judith. Wat gaan jullie doen? In de box spelen. Nou goed, werken natuurlijk. Doe toch eindexamen, weet je nog? Wel leuk voor Marga dat ze weer een nieuwe vriend heeft. Hoezo? Ze heeft mij toch? En moet ze trouwens met zo'n werkeloze ingenieur? Jezus, Leontien, hoe kom je daaraan? Van Marga gekregen gisteren. Echt waar? Jij mag altijd alles. Ja, ik mag altijd alles, ja. Ik mag drinken, ik mag neuken, ik mag zelfs roken, maar ik mag geen brommer. Weet je... Ik denk dat Juriaan met me naar bed wil. En jij? Ja. Hoe zou dat dan moeten? Kan je geheimpje bewaren? Ja? Ja hoor. Ik ben aan het sparen. Voor als Marga jarig is, dan koop ik 2 busretours Costa Brava. Weet je, als cadeau. Dan ga ik samen met haar een weekje weg alleen. Costa Brava, maar dan kan je toch net zo goed een brommer kopen? Dat is net zo duur. Je snapt het niet, hè? Ik mag geen brommer kopen. Hè? Sinds mijn vader dood is, is Margo hysterisch bang voor ongelukken. Nee, is genoeg. Doei. Zo. Leontien, kom je nog even? Wat is dit? Je moeder wil graag de wereldontvanger mee naar de Ardennen. Maar die is stuk? Ja, en ze wil het contact niet verliezen. En nou moet jij hem in elkaar freumelen? Je hebt zo'n hekel aan knutselen. Herman leert het me. Herman leert het me. Kan hij het zelf niet doen? Hij is toch werkeloos? Leontien, wel trusten. Hoe ging het? Ging het een beetje? Wat? Je ging toch werken voor school? Oh, dat. Ja? Wat heb je gedaan? Ik heb een samenvatting gemaakt. Oh, waarvan? Een boek. Van het Gouden Ei, van Tim KB. Oh, maar dat heeft hij toch de hele avond op de bank gelegen? Oh, ik begrijp het al. Ik hoefde hier alleen maar binnen te komen zodat jij me kon controleren? Ik ben en blijf je moeder, dame. Zeg, zal ik die samenvatting voor je maken? Dan heb je wat te doen, bedoel je? Hoezo? Ze is toch geen klein kind meer? Precies, ik ben 17, ik doe eindexamen, ik maak mijn eigen samenvatting... en ik kan gerust een weekend alleen thuis blijven. En ik heb lekker geld bij elkaar gespaard om een brommer te kopen. Dat doe je niet. Dat doe ik wel. Oh, Leontien, alsjeblieft, ik heb geen rustig moment meer. Ik word gek van je, hoor, maar ik word stapelgek van je. Je brood. Lieverd, ik heb nog even met de moeder van Judith gebeld. En het is goed dat ze dit weekend bij je komt logeren. Oh, Leontien, nog even over die verkrachter. Jullie mogen niet meer alleen langs het bospark rijden. De andere ouders vinden dat ook niet goed. Dus in groepjes naar huis. Probleem alleen is dat Judith vanmiddag bijles heeft. Dus je moet met anderen meerijden. Zou je dat doen? Ja. Het gaat alleen om dat stukje weg bij het bospark. Goedemorgen. Hoi, schat. Gekookt eitje. Leontien? Ja, dat is goed. Anders kan Herman je wel ophalen. Ja, dat regel ik zelf wel. Nou, ik vind het anders helemaal geen probleem hoor, om kleine meisjes van school op te halen. Laat ik nou geen klein meisje meer zijn. Nou. Voorzichtig, hè? Hey, waarom ga je niet met hun mee? Ja, op mijn duffe snorfiets zeker. Oma wil ook mee. Ja, dat maakt hun toch niks uit? Ze wachten wel. Ik ga niet met hun mee. Als die verkrachten zien, dan vallen ze ter plekke flauw. Hé, hey, weet je. Julian heeft me dit weekend meegevraagd naar de film. En? Ja, ik weet het niet. Ik zou toch bij jou logeren?
Hey, weet je wat? We organiseren een feest en dan nodigen we Juliaan ook uit. Ja, leuk idee. Oké. Shit, ik moet naar bijles. Hey, zullen we straks samen leren? Ja, is goed. Ja? Oké, dan kom ik direct naar bijles naar je toe. Goed? Mm-hmm. Oké. Zie ik je straks. Oké. Dag. Hoi. Wat doe jij hier? Nou, ik moest hier toevallig in de buurt zijn. Wil je meerijden? Wat een giezel die vent, zeg. Hij zat me al de hele tijd achterna. Was je bang? Gewoon. Dacht je dat hij iets met je ging doen? Ik weet het niet. Ja, weet je wat het gewoon is? Ik baal gewoon ontzettend van mijn snorfiets. Nou, als ik nou eens voor je zou opvoeren. Hè? Als je dat ding aan mij geeft, dan rijdt hij morgen zo 60 km per uur. Nee, echt? Hoe kan dat dan? Tja, je moet wel een beetje handige jongen zijn. En Marga dan? Die hoeft het toch niet te weten? Goed, doe maar. Is hij klaar? Ik ben wel snel, maar ik kan niet heksen. Mis ongeduld. Maar ik beloof je, morgen scheur jij als een torpedo over de weg. Oh shit, Judith. Ik zit hier! Dacht al, die ligt in de bosjes verkracht. Hallo. Of vermoord. Hallo. Dit is Herman, de vriend van moeder. Herman, dit is Judith. Hi. Hi. Ik werd vanmiddag door een creep achterna gezeten. Maar gelukkig kwam Herman net op tijd om hem te redden. Echt? Ja. En nu voert hij mijn snorfiets op. Dan kan hij straks al 60. Ja hoor. Mm-hmm. En Marga dan? Vindt hij dat goed? Kom Judith, we gaan. Dag. Doei. Wauw, wat een stuk. Nou snap ik waarom Marga zo in de war is. Vind je dat nou echt? Die ogen en hoe die praat, dat is echt niet normaal, Leontien. Hoezo? Nou, zag je niet hoe die naar jou keek dan? Zo. Ja, zag jij, je dat zelf? Jij vindt echt erg, weet je dat? Ja, en jij dan? Hey, je mag wel met Juriaan in Marga's bed. En dan koop ik een doos condooms. En dan mag je mijn sexy bodystocking aan. Leontien! Jezus! Hey, als je geen vlekken maakt, oké? Nee, oké. Oh ja, we moeten een boodschappenlijstje maken voor zaterdag. Oh, oké. Even kijken. Als jij 2 flessen wijn meeneemt, neem ik 2 frisdranken mee. Oké. Rood of wit? Blauw! Chips en pinda's hebben we ook nodig. Een groot pak condooms. Judith! Stokbrood en brie. En jij? Met wie ga jij nou eigenlijk zaterdag? Ja. Wel leuk voor Marga dat ze weer een nieuwe vriend heeft. Hoezo? Ze heeft mij toch? En hoe moet ze trouwens met zo'n werkeloze ingenieur? Jezus, Leontien, hoe kom je daaraan? Van Marga gekregen gisteren. Echt waar? Jij mag altijd alles. Ja, ik mag altijd alles, ja. Ik mag drinken, ik mag neuken, ik mag zelfs roken, maar ik mag geen brommer.
Weet je, ik denk dat Juriaan met me naar bed wil. En jij? Ja, hoe zou dat dan moeten? Kan je geheimpje bewaren? Ja? Ja hoor. Ik ben aan het sparen. Voor als Marga jarig is, dan koop ik 2 busretours Costa Brava. Weet je, als cadeau. Dan ga ik samen met haar een weekje weg alleen. Costa Brava, maar dan kan je toch net zo goed een brommer kopen? Dat is net zo duur. Je snapt het niet, hè? Ik mag geen brommer kopen. Hè? Sinds mijn vader dood is, is Margo hysterisch bang voor ongelukken. Nee, is genoeg. Doei. Zo. Leontien, kom je nog even? Wat is dit? Je moeder wil graag de wereldontvanger mee naar de Ardennen. Maar die is stuk? Ja, en ze wil het contact niet verliezen. En nou moet jij hem in elkaar freumelen? Je hebt zo'n hekel aan knutselen. Herman leert het me. Herman leert het me. Kan hij het zelf niet doen? Hij is toch werkeloos? Leontien, wel trusten. Hoe ging het? Ging het een beetje? Wat? Je ging toch werken voor school? Oh, dat. Ja? Wat heb je gedaan? Ik heb een samenvatting gemaakt. Oh, waarvan? Een boek. Van het Gouden Ei van Tim KB. Oh, maar dat heeft hij toch de hele avond op de bank gelegen? Oh, ik begrijp het al. Ik hoefde alleen maar binnen te komen zodat jij me kon controleren? Ik ben en blijf je moeder, dame. Zeg, zal ik die samenvatting voor je maken? Dan heb je wat te doen, bedoel je? Hoezo? Ze is toch geen klein kind meer? Precies, ik ben 17, ik doe eindexamen, ik maak mijn eigen samenvatting en ik kan gerust een weekend alleen thuis blijven. En ik heb lekker geld bij elkaar gespaard om een brommer te kopen. Dat doe je niet. Dat doe ik wel. Oh, Leontien, alsjeblieft, ik heb geen rustig moment meer. Ik word gek van je, hoor, maar ik word stapelgek van je. Ging het vandaag? Ja, goed. Mijn eetvannachtse deken is lekker. Met Bami. Ja. Oh, lekker muziek. Kom op, mam. En nee, je wel. Nee, toch niet. Je wel gezond. Nee. Je wel. Mam, heb je zoveel moeite gedaan om een vriend te krijgen? Zou hem wel zo lang laten wachten? Ja, doe niet zo flauw. Zullen we wat drinken? Ja, doei! Zeg, ik hoorde op de radio dat er vanmiddag een lijk gevonden is in het bospark. Heb jij wat gezien? Nee, mam, waar het was met een jonge vrouw. Ze is eerst verkracht en daarna vermoord. En dat moet 10 dagen geleden al gebeurd zijn. Hoe kan dat nou, hè? Dat nou niemand er gemist heeft. Ja. En wat vind je van onze weekendplannen? Ja, had dan nog. Nee, ben ik nog niet aan toegekomen. Nou, je moeder en ik gaan een weekendje wandelen in de Ardennen. Wat? Jij wil nooit weg. Een eenvoudig tripje via een reisbureau. Hè? Leuk. Oh, lieverd, het is maar voor 2 dagen. Misschien kan je Judith vragen of ze bij je komt logeren. Maak je voor mij maar geen zorgen. Ik red me wel. We gaan een heerlijke wandeling. Ja, zeker weten. Mam, wat ik zeggen wilde. Ik wil nu echt een bomer. Oh nee, Leontien. Mam. Nee, daar komt niks van in. Maar mam, iedereen heeft een brommer. Nee, nee en nog eens nee. Hey, maar Marga, als Leontien nou gaat... Ja, bemoei jij er helemaal niet mee. Een brommer is veel te gevaarlijk en daarmee basta. Een snurf is nog veel gevaarlijker. Niet waar? Want die gaat niet zo hard. Leontien.
Dat is Judith. Wat gaan jullie doen? In de box spelen. Nou goed, werken natuurlijk. Doe toch eindexamen, weet je nog? Wel leuk voor Marge dat ze weer een nieuwe vriend heeft. Hoezo? Ze heeft mij... Als je dochter van 17 hebt, is er blijkbaar veel om bang voor te zijn. Jezus, Judith, waarom rij je nou zo hard? Sorry, maar dat ding van jou is ook wel een schildpad, hoor. Hé, ik zie je vanavond om 7 uur, oké? Ja, is goed. Dag. Hoi, mam. Dag, lieverd. Hoe ging het vandaag? Ja, goed. Eet vannacht z'n theetjes lekker. Met Bami. Travis. Oh, lekker muziek. Kom op, mam. En nee, je bel. Nee, toch nou. Je wil gaan zanken. Nee. Kom op, je bel. Mam, heb je zoveel moeite gedaan om een vriend te krijgen? Zou hem wel zo lang laten wachten? Ja, doe niet zo flauw. Zullen we wat drinken? Ja, doei! Zeg, ik hoorde op de radio dat er vanmiddag een lijkt. Straks, oké. Dag, doei. Wat doe jij hier? Nou, ik moest hier toevallig in de buurt zijn. Wil je meerijden? Wat een giezel die vent, zeg. Hij zat me al de hele tijd achterna. Was je bang? Gewoon. Dacht je dat hij iets met je ging doen? Ik weet het niet. Ja, weet je wat het gewoon is? Ik baal gewoon ontzettend van mijn snorfiets. Nou, als ik het nou eens voor je zou opvoeren. Hè? Als je dat ding aan mij geeft, dan rijdt hij morgen zo 60 km per uur. Nee, echt? Hoe kan dat dan? Tja, je moet wel een beetje handige jongen zijn. En Marga dan? Die hoeft het toch niet te weten?
Goed, doe maar. Is hij klaar? Ik ben wel snel, maar kan niet heksen. Mis ongeduld. Maar ik beloof je, morgen scheur jij als een torpedo over de weg. Oh shit, Judith. Ik zit hier! Dacht al, die ligt in de bosjes verkracht. Hallo. Of vermoord. Hallo, dit is Herman, de vriend van mijn moeder. Herman, dit is Judith. Hi. Hi. Ik werd vanmiddag door een creep achterna gezeten. Maar gelukkig kwam Herman net op tijd om me te redden. Echt? Ja, en nu voert hij mijn snorfiets op. Dan kan hij straks al 60. Ja hoor. Mm-hmm. En Marga dan? Vindt hij dat goed? Kom Judith, we gaan. Dag. Doei. Wauw, wat een stuk. Nou snap ik waarom Marga zo in de war is. Vind je dat nou echt? Die ogen en hoe die praat, het is echt...